Dancers Shack. En heel veel antennes. Real-time camera toezicht. Dat hebben we ook, hè? Ja, maar dat lijkt me veel interessanter. Nou, blijf zich door staan, Sander. Wat zou je ze allemaal kunnen ontvangen hier? En wie weer we ontvangen als schermend is? Eagle Ranch. De brand ligt in de Eagle Ranch. Oh, dat is leuk. Hallo. Goedemorgen. Niet kerel. Ja, van Omroep Limburg. Goedemorgen. Ja. Ja, hallo. Goedemorgen. Bas van Ellie. Bas, ja. Gaan we ook nog weg? Ja. En gij ziet? Wim Curvers. Gij ziet Wim Curvers? Yes. Wat een te gekke plek. Ja. Is het mooi, hè? Nou ja, ik zocht door veur aan de wegenbordje Shack. Nou, we hebben ook nog een Shack. Hebben we ook nog een, maar dat is ik al vaker geweest bij mensen met een Shack. Met een, ja, een Shack is toch een hutje? Nee. Shack, dan is het niet goed opgelet. Oh. Je ziet geweest in Maastricht, B in de Pastoor. Ja. Ah, hey. Ja. Ja? Ja, maar wow. Kijk. Dat heb jij opgeslagen, zo van Shack. Je hebt er en het is alweer heel lang geleden dat wij in de Pastoor van Wolder. Ja, knikt van joh. Ja. En inderdaad, dat was een zendamateur. Ja, dat zien we ook. We zijn er net bezig om de zaken naar te vragen. Want zaterdag is er PACC. Dat is een contest. Dat probeert zoveel mogelijk contacten te maken. En daar zijn we nou veel bereider dat we zaterdag vernieuwd kunnen zenden in het land. En ja, PSCC is meestal van Nederlandse. Een beetje zoals begrippen. Tinder, maar dan anders. Dan probeer je gewoon zoveel mogelijk contacten te maken. Ja, maar dan via de ether, hè. En, maar zit het dan hier vol? Nee. We zien zaterdag denk ik met vier man. Vier man? Ja. Maar die komen hier allemaal uit de buurt? Redelijk goed de buurt, ja. Zeg van Venroy, Gemung, Venlo, Meijl, die kant zo. Wat leuk. En, vanavond hebben we een bijeenkomst gewoon in zijn... Twee keer per maand hebben we gewoon een soort bijeenkomst. Het is geen club, het is helemaal niks. Komen met mensen gewoon bij elkaar komen die gewoon gezellig. Gezellig. Mensen die dezelfde passie hebben. Ja, zijn amateur zien. Hoe lang duurt ze dat al, Wim? Ik ben in het begin 80 heb mijn licentie gehaald. En nou, ja. Of want anders, als er geen licentie is, ben je een piraat, hè? Een beetje piraat, goed zo. Dat is gewoon tooi. Dan moest je niet op deze frequentie zitten, weer op mogen zitten, overal. Daarom. Wat leuk. Ja, wil ze de zes checks zien? Want daar gaat ze kijken, hè? Of je wilt van alles zien? Ja, wat is het mooiste verhaal, Wim? De check of dit? Allebei. Ja? Dit doe ik met passie. Kom even kijken. Ja. Zet maar even, stop dat ding en dan kijken we hier. Stop dat ding? Nee, niks ervan. Veel te leuk. We zitten hier dus goed. Maar kijk, je kan zien, veel mensen kunnen niet komen. 10 man hebben hier plaats. En dat is het. Er komen er af en toe meer, pakken een paar stokjes erbij, maar dat is het. 15 maanden, dan is het, dat is mooi. En zonder soldeerbout best een nergens, hè? Ja, zonder soldeerbout. We waren net te vertellen waar ik allemaal nog mee bezig was. Het is echt, ik ben heel bezig met Het was tijdens jou. Zaterdag 8 februari, ja. PACC contest. Uitlegcheck, ja. Uitlegcheck. Ze proberen het allemaal te doen. Maar onderweg naar morgen, ja, dat was het. Maar is dit de Shack? Dit is niet Shack. Dit is niet de Shack. Deze? Ja. Onderweg naar morgen. Onderweg, hè. Gewoon onderweg. Onderweg, dit is een bekend gezicht. Ja. Ja. Goeiedag, goedemorgen. Goedemorgen. Kees. Ja. Dit is de Shack. Dit is de Shack. Cool. Van hier doen we uitzenden. En dan is dit... Werkt dit allemaal? Ja. Ja. Maar het is nostalgie, hè. Dit is nostalgie, hè.
Dit is oud legermateriaal. Ja, hier loopt mee. Oh, vandaar dat het groen is. Ja. Wow, goed dat ik net vroeg. Ja, ik ben niet zo stom als het tijd te goed zijn. Ja. Oh. Maar wat duist er door mij? Ondanks dat het nostalgie is. Heel weinig. Waarom? We begrepen heel goed waarom dat nodig dat neemt die wonden niet. Want dit, hè, daar liepen mensen met op de rug. Hè. Ja. De eerste negen liepen er met rond. Een van die jongens die er moesten, dan hadden ze een generator. En een generator bij in de fietswest, dan moest ze gaan opbouwen en dan kan ze draaien. Dat hij iemand anders om zijn rug hangen. Ja, om geen stroom te maken. Stroom. En dan kwamen ze, hoeveel kilometer? Nou, hoeveel mazzel? Het duo wat een half wat was. Ja. Zo ongeveer, ja. Daar hebben we dus. En tegenwoordig hebben we hele mooie. Ja, hier staat het. Het nieuwe spul allemaal. Dit is het echte spul, ja. Ja. En we zijn nou de antennes aan het klaarmaken voor die wedstrijd in het weekend. Kijk. Hey, maar dat is leuk. Ja. Dit is dus. Van, dat zijn de radioamateurs world. Die hebben allemaal een naam, dat weet ze. Je hebt allemaal roepletters. Roepletters. En dan kunnen wij gelijk zien als er een... Dat had meneer Pastoor toen ook gezegd. Wat zien ook roepletters? PH4RTM. Maar mij, ik ben PH3FKH. Iedereen is eigen. Iedereen krijgt van de PTT zijn eigen roepletters. Als je examen gedaan hebt en geslaagd bent. En dan moest ze zeker... Oh kijk, dit is de licentie. Ja. Ja. Radio Amateur Station License. Ja. Ja, inderdaad. WPH Curvers. Niet veel namen langs. En maar ver aan de weg stond toch ook een beurtje RTM. Ja, Radio Treffen Maasbree. Dus Radio Treffen Maasbree. We zijn geen officiële club, zeg ik nog eens een keer. We zijn gewoon een groep jongens die twee keer gewoon bij elkaar komen. Met radio's werken. Ja. Kijk, dit hebben we afgelopen jaar ook gedaan. De Jood, hè? Jood die is misschien ook. De padvinders, scouting. Die komen hier naartoe. Die komen hier naartoe. En die maken verbinding met andere scoutinggroepen. Met andere scouting in Nederland. Dat is derde weekend in oktober. Wat grappig. Ja. Is dat gangbaar bij scouting? Dat ze op die manier... Dat is wereldwijd. Zo verschil was het dit jaar. Altijd in hetzelfde weekend. Die doen meer dan alleen maar knopen leggen. Ja, zeker. Ja, zeker. En hallo, cool. Maar die zijn ook bedreven in het... Een weekend. Eén keer weekend per jaar. En dan mogen die kinderen ook aan de microfoon. Dus de gemiddelde scouting had ook een soldeerboot. Ja, die komen hier eigenlijk ook soldeerdienst maken. Projectjes. En dan komen ze hier in de grote zaal zitten, aan de grote tafel. Allemaal soldeerbouten. En dan solderen ze wat dingetjes in elkaar. Een looplampje of een... Maar is dat eigenlijk ook een beetje dan de kweekvijver voor nieuwe... Ja, hopen. Nieuwe wij hopen het, want het is een heel, heel grijs, kaal gehalte hebben we. Ja. Als demonstratie, ter illustratie doet Kees grijs en kaal. Grijs en kaal. Ja. Ja. En zo is de hele club. Want ik ben voorzitter hier van Noord-Limburg. Ja. En het is een hoog... Gemiddelde leeftijd is... Geboortegolf. Ja. Wij vonden het nog geweldig om... Nou zeggen die scouts die komen hier met de telefoon in de hand. Ja. En zeggen, ik kan iedereen bellen. Ik zeg ja. Maar ja, wij hebben nog met radio zitten klungelen. En dan heb je daar een beetje... Ja, nostalgie, vandaar ook die dingen daar. Het oude spul. Dit hebben we dus extra zorgen moeten versterken hebben. Anders werd dat ding leeggekomen. Dus dat zat in een tank, hè? Die zat in een tank. Dus. Ja. Als die erop zijn. Inderdaad, dat is een aparte constructie voor de plankjes. Ja, langzaam was. Hey, maar komt het nou nog voor, Kees, dat je. Want hoe noem je dat als je bezig bent in de shack? Is ja, een... verbinding maken. Dus, maar komt het nou nog eens voor dat je contact maakt met iemand die je nog nooit gesproken hebt? Of die regelmatig. Dus het is geen ons kent ons? Nee. Weet je, ik vergelijk het altijd met vissen. Ja? Als ik achter dat ding ga zitten en ik roep CQ. Dat is een oproep, cool. Dat is een oproep. Zo van, is er iemand die me wil kletsen, bij wijze van? Dat is afkorting voor calling question mark, CQ.
En als er dan iemand komt die hoort mij, want je moet je roepletters dan ook geven. En dan antwoordt iemand uit Engeland of uit... dan maak je daar een praatje mee. Is het dan ook een beetje de... moet ik zeggen, de truc om iemand aan de lijn te krijgen die zo ver mogelijk... Ja. En daarom is die wedstrijd ook... Daarom is die wedstrijd ook een zaterdag. Maar Wim zei van, het gaat om het meeste aantal contacten. Dit is nou... Maar de afstand is ook... Is al puntenvuur. Maar de zaterdag telt dat niet zo mee. Nee. Nou, zaterdag is gewoon echt voor contact te maken. Okay. Verder, dat is heel gezellig. Simpel. Ja, gezellig eigenlijk. Ja. Maar er is ook gewoon, als ze zelfstandig bezig is, dan is de kunst om zo wiet mee te komen, zo'n zwak mogelijk signaal te krijgen en door het meest toe te halen. Ja. Dus dan is echt, veel mensen zien ook, er zien eilanden hoe niemand woont, hoe zendamateurs af en toe naartoe gaan, om door een set opbouwen om dit te activeren. En dat zijn dan plaatsen die ze dus, het is, zoals ze door ziet, het is allemaal verdeeld in vakjes alles. En het is de bedoeling om dus, die kaart helemaal vol te krijgen met als ze verbindingen dus maken. Dus dat is de uitdaging voor een zendamateur, ja, om door de meest afgelegen plekjes van de wereld te gaan, ja, om door die zender op te bouwen. Dat zijn de rijken. Dat zijn de rijken. Duitsers en ook een paar Nederlanders. Toch weer de Duitsers. Ja. Maar die gaan naar de Stille Zuidzee om zijn eilandje. Dat is zo'n atol. Maar heb jij wel eens een keer zoiets gedaan? Nee. Niet? Nee. Ik ben niet zo fanatiek. Want dat kost goud geld. Goud geld, ja. En die komen dan terug en dan geven ze een lezing. Ja. Dus dan hebben wij weer iets om van te genieten. Ja. En dan komen ze met lichtbeelden en dan zitten we in een halen. Ja. Bij Alde Goor. Oh, dan hebben we dat is altijd, de Veron. Bij het kasteel. Ja, de Veron. Dat is de Veron. Maar er zijn twee verenigingen in Nederland. Hè? Ja. De Veron en de Veerzada. Ja. En dan is dit is niks. Nee. Waarom zijn er twee verenigingen? Het is gewoon van begin af aan gekomen gewoon. En daarom. Dat is een heel lang verhaal, maar het is gewoon, zijn twee verenigingen. Ja. En ze behartigen allebei de belangen van de zendamateurs. Ja. Dus. En ze zitten ook, allebei ze bij agentschap Tezekom, zitten ze rond tafel om de dingen te behartigen. En dat doen ze ook. De passie, Wim, het spat er vanaf. Ja. En bij jou ook, Kees. Maar is dit, om even terug, op terug te komen op Kaal en Grijs. Ja. Is dit nou, is het een oetstervende hobby? Ja. De zendamateur? Ja. Helaas, want 15 jaar... De morsen, die is al afgeschaft. Ja, morsenkursen. De morsen. Ik moest nog voor mijn licentie de morsen leren. En dat moest ik in Utrecht moest ik dat voordoen, ja, met de seinsleutel. Da-di-da-dit, di-da-di-da.